gloednieuwe video. In deze video heb ik mijn haarroutine en al mijn producten die ik gebruik voor mijn haar gezond en mooi te houden. En ik vond het super fijn, of ik denk dat het super fijn is om dat te delen met jullie. Maar vergeet zeker niet eerst dat duimpje omhoog te doen, te abonneren en op het belletje drukken. Dan blijf je up-to-date van mijn video's en me te volgen op Instagram. Dat zou ik namelijk heel fijn vinden. En dan gaan we maar eens snel beginnen aan deze video. Allereerst een beetje uitleg over mijn haar. Mijn haar is niet super rap, super vettig. Ook al doe ik best wel een intensieve job. Ik werk binnen in de zorg. Dus ik zweet best wel veel. Maar daarom wil ik dus ook niet elke dag mijn haar wassen. Ik was mijn haar echt 2 keer in de week maar. Zo min mogelijk om mijn haar niet te beschadigen, maar ook gewoon om mijn haar niet nog rapper vettig te maken, want je hoofdhuid heeft dat eigenlijk niet nodig elke dag wassen. Maar dat was iedereen zijn eigen visie en keuze, maar ik was mijn haar niet elke dag. Ik doe het maar 2 keer in de week. Ik gebruik nu al een tijdje deze producten. Sommige producten gebruik ik al jaren, maar het is te meer dat het betrouwbaar is. Dat ik het een goed product vind. Allereerst zal ik de shampoo laten zien. Dat is namelijk deze van Garnier. Je ziet, er is nog niet super super veel uit. En ik gebruik hem toch best wel al een tijdje. Maar ik heb ook geleerd dat je minder shampoo moet gebruiken. Dus eigenlijk, een eurotje is misschien te klein. Maar ook niet, ja, zo'n schijfje, iets van een halve euro. Een euro, een half euro. Zoiets qua shampoo. En je kan beter je haar 2 keer wassen. Met shampoo in plaats van 1 keer. Want de eerste keer schuimt het waarschijnlijk niet super veel. Omdat namelijk het vet nog in je haren zit. En dan een tweede keer, dan spoel ik het uit. Dat laat ik niet intrekken. En dan een tweede keer was ik het en dan schuimt het heel goed. En dan weet je, mijn hoofdhuid is prima. Is niet meer vettig. Is gewoon goed. En dan laat ik dat heel eventjes intrekken. Ook niet te lang. En dan spoel ik dat uit. En ik gebruik dus al een tijdje deze Garnier Fructis met kokosnoot. Echt een hele fijne shampoo. Ik heb deze van de Action. Dus ik kijk ook mijn Action shoplog. Maar deze is van de Action, viel best mee van prijs. En ik heb daar toen ook de bijpassende conditioner voor gebruikt. En die twee gebruik ik dus altijd samen. Ik gebruik maar 1 keer conditioner, net hetzelfde, ook niet te veel. En ik dacht vroeger altijd dat conditioner voor de punten waren, maar dat is dus niet. Ik heb gebabbeld met een collega en dat is ook een kapster qua opleiding. En die zei, een shampoo zet de haarschubben open en een conditioner sluit met die haarschubben. Dus het is ook belangrijk dat je conditioner gebruikt op je hoofdhuid, zodat die haarschubben kunnen sluiten. En dat die verzorgd zijn. Dus deze combi gebruik ik dus altijd dat ik mijn haren was. En dan 1 keer in de week ga ik, ja, 1 keer in de week, 1 keer om de 2 weken, dat hangt er zo wat vanaf. Maar ik probeer het wel op regelmatige basis te doen. En dat is namelijk een maskertje, een herstellend maskertje. En dat is van mijn vertrouwde lijn eigenlijk, van Garnier Loveling Blends. Met honing. Het is echt een mega fijne een fijn masker. Er zit ook nog niet, er is niet zoveel uit, maar ik gebruik ook niet te veel. Dat het meer masker is, dat doe ik ook niet. Ik smeer mijn punten daarin, ja, heel mee in mijn hoofd uit en een beetje met overschot over de rest van mijn haren. En that's it. En dan laat ik dat wel een tijd intrekken, ook niet te lang, maar lengte vanaf. Soms 10 minuten, soms 1 uur. Max 1,5 uur, 2 uur dat ik het heb laten intrekken eigenlijk persoonlijk. En dat is het. Dus dat is echt een mega fijne masker. Dus dat probeer ik, ja, toch wel op regelmatige basis te doen, maar niet elke keer. Want anders, ja, haalt uw haar ook niet de voeding er meer uit, denk ik. Ik kan fout zijn. Mijn haar borstel ik namelijk altijd met een tangle teaser, een nippe tangle teaser namelijk. De deze, sorry dat er nog wat haar in zit. Ik heb het proberen allemaal eruit te halen, maar ik zie er nu terug.
in zitten. Maar deze vind ik super fijne namaak tengelteaser borstel, hoe je het wilt noemen. Het is echt super fijn. Mijn knopen doen niet meer zoveel pijn om die eruit te knopen. Maar dat kan ook wel liggen namelijk aan dit product. En het is een anti-klitspray en het is echt bijna op. Het is gewoon van het merk Kruidvat. Super fijn. Ik weet niet dat ze deze nog verkopen, want ik heb hier... Ik doe hier echt al mega lang mee, maar die heeft ook niet veel nodig. Vroeger maakte ik echt heel mijn haar nat met deze spray, maar dat is echt fout. Gewoon een aantal spraytjes waar eigenlijk de knopen zitten. Dus eigenlijk meer deze hoogte. En dan een beetje doorkammen. En het gaat er gewoon moeizaam uit. Allee, moeizaam. Dit niet moeizaam. Dus gewoon makkelijk uit. Dus dat is dat product en mijn borstel. Mijn haar maak ik dus wel, als ik werk, altijd vast. Ik doe altijd een knotje in, of een dot in. En dat doe ik namelijk met zo'n rekkertjes. Ik heb gelezen dat dat minder beschadigend is voor je haar. Ik weet niet dat dat waar is. Maar ik gebruik dus deze. En dan mijn redder in nood af en toe toch wel voor mijn... Ja, vettig haar, maar toch niet vettig genoeg om het te wassen, of moet ik het zeggen. En volume niet te creëren, gebruik namelijk deze droog shampoo van de Action. Het is echt een mega fijne droog shampoo. De Beauty Depth is het merk. En het is echt een enorm fijn product. Dus deze raad ik ook echt wel aan. En echt ook wel budgetvriendelijk, want het is maar van de Action. Dus dat is echt wel... 2-in-1, super fijn meegenomen. En dan heb ik ook nog, als ik mijn haar krul, want dat vind ik wel eens fijn om te doen, maar zoals jullie weten, mijn krullen blijven totaal niet lang in mijn haar. Ik heb alles al geprobeerd van andere spullen voor in mijn haar te doen, qua andere krultangen ook wel een aantal geprobeerd. Ik heb ook zoiets van die authentieke krollen, dat ik er moest inlaten en dan moest laten afkoelen en dan eruit. Maar dat maakt niet uit. Mijn haar houdt precies geen krullen. Ik weet echt niet hoe dat komt. Maar dat is gewoon zo. Ook al doet de kapster dat bij mij, na een uur, twee uur zijn mijn krullen er gewoon uit. Dan zijn het een soort van messy waves meer. En dan, ja, een halve dag later is het gewoon niks. Dan is het gewoon stokstijf. Dus dat vind ik wel jammer. Heb je er toch een oplossing voor of een tip? Laat het zeker weten in de comments of DM op Instagram. Dat zou ik super fijn vinden. Maar als ik mijn haar dus zou krullen, dan gebruik ik deze mousse. Namelijk van de Nivea Styling Mousse Diamond Gloss Care. 24 uur zegt het en het is extra strong. En er zit ineens een heat protector-achtig iets in, staat er ook op. En hiervan heb ik ook de haarspray. Maar die is ondertussen op, dus die moet ik eigenlijk er opnieuw aanschaffen. Maar dat is dus deze mousse en daar ook de bijpassende haarspray bij. En dan de vertrouwde krulting, namelijk deze van Babyliss. Het is echt een hele fijne. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Is ook al wel een aantal jaren oud. Maar echt. Hij werkt wel heel gemakkelijk. Want ik ben altijd bang om hem te verbranden. En met dit ding. Ik moet echt hout vasthouden. Maar is het nog niet gebeurd. Ik ga het eventjes allemaal afrollen. Eigenlijk die dingen door zo oprollen. Die draad oprollen is eigenlijk niet zo goed voor. Door draad. Maar zwart. Dus dat is dit. Je hebt hier drie stemmen. Je hebt de 12, je hebt de 10, je hebt de 8. En je hebt bepaalde... Allee, af. Je hebt iets warmer en super warm. Ik weet niet hoeveel graden dat juist is. En dan moet je gewoon jouw haren er zo in doen. Dichttuben, dan rolt dat systeem zijn eigen op. En dan geeft dat tuutjes. En dan tuut, tuut, tuut. En dan is het gedaan. En dan moet je het mooi laten afgaan. Heb je een mega mooie krul. Maar voor mij werkt het prima. Maar mijn krul blijft dus niet zo lang erin. Maar dat is dus mijn
krultang. Ik wou het eigenlijk demonstreren, maar hier in de kamer waar ik nu ben en eigenlijk in het appartement zijn niet super veel stopcontacten. Dus ik kan het eigenlijk niet echt goed aan jullie demonstreren. Dus dat vind ik wel jammer. Maar moesten jullie toch echt een video willen van ik wil weten hoe jij je haar krult, laat het zeker weten, dan zoek ik een oplossing. Maar voor deze video gaat er geen demonstratie bij zijn, helaas. Ik hoop nogthans dat je deze video heel fijn vond en leerzaam. Doe zeker dat duimpje omhoog, vergeet me zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Bye bye!